nog geen glutenintolerantie? Ja, ik heb een glutenintolerantie. Ja. Ja. Ik heb een test gedaan. Ja. Oh, nee, dat niet. Ik heb het op internet gedaan. Een aantal vragen ingevuld. Het was meteen 100% duidelijk. Nou, ja, algehele prikkelbaarheid, niet lekker in mijn vel, opgezette buik, dat zijn de symptomen. Ja, kindje, moet je laten testen. Ik wil dat je je laat testen. Harriet heeft het gedaan. Glutenintolerantie. Janine, Els, Joke, allemaal glutenintolerantie. Wat dacht je van brood, lieve schat? Echt, brood is het pure gif, hè? En dat hebben we er jaren gegeten. Nee, er zijn 100.000 alternatieven van... Meid, ik heb een voorstel. Ik wil dat je deze week even de test doet. En dan kom je zondag bij ons. Dan komen we met de hele bubs bij elkaar. Dan gaan we lekker koken. Lekker kokkerellen. Glutenvrij kokkerellen. Ja. Legio mogelijkheden. Echt. Lekker hoor. Ja. Nee, dat mag niet. Nee, dat... Oh nee, dat kan al helemaal niet. Nee, dat is... Nee, dat ook niet. Nee, dat wordt een feestje, joh. Ja.